Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Ja, we zijn er weer. Elke woensdag in je favoriete podcastspeler. Of de nieuwsbrief van Erwin.nl. Maar goed Menno, mensen willen het gewoon weten. Waar gaan we het over hebben? Ja, jij bent de aanleiding en we gaan het hebben over zuurstof. Zuurstof, ah... Ja, 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 mensen, ik had even in de, in de mooie vakantie die ik had, uh, had ik, kreeg ik uh, longontsteking. Het was wel eventjes, uh, ja, ja, ik snapte dat dat een aanleiding voor je is, uh, Menno. Zuurstof, ja, mooi. En uh, ja, het begon al, nou, toen je dat zei, zuurstof, ja. Waarom heet dat eigenlijk zuurstof? Wat, wat, is, wat is de. Ja, waarom, is is, is waarom, het zuur of is, is het stof? Ja. Nou ja, de grap is dat het wel degelijk met, bij tijdens de ontdekking... Heeft dat te maken met, met, met dat woord zuur? En het is niet alleen in het Nederlands, hè? Zuurstof, mm. uh, oxygen, mm. uh, oxy is zuur. Dus ja. het is uh, iets wat zuur produceert. Okay. De, dus overal in alle talen is het, is het, zuur. is het zuurstof. Mm. Um, nou, het is in, uh, in 1771 is een, uh, een, een Zweedse apotheker heeft de eer om te ontdekken. Het, 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 of, dat er iets als zuurstof bestond. Um, en men begreep ook wel dat die zuurstof... dat dat deel uitmaakte van de lucht. Hm. En het werd heel gauw duidelijk dat dat ongeveer een vijfde... het is 21 procent van onze, onze lucht, hm. is zuurstof. De rest is vooral stikstof. Ja. En, um, en dat het ook heel belangrijk is... want alles wat met verbranding te maken heeft... Het, en, en dus ook het ademen van, van mensen en dieren en planten... Gedurende duisternis, vergeet niet, planten hebben ook zuurstof nodig tijdens de nacht. Hm. Ja, dat, uh, dat dus, ja, dat heeft dus allemaal zuurstof nodig. En ze dachten dat het uh, onontbeerlijk was om een zuur te maken, dat het, uh, dat het een bestanddeel van zuur was, was zuurstof. Nou, dat is misverstand. Hm. Want je hebt bijvoorbeeld uh, 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 chloorzuur, uh, hoe heet dat, HCL. Ja, er zit geen zuurstof in. Nee. Dus in veel zuren klopt wel, zit wel zuurstof, maar dat zegt niet dat een zuur nee. per se zuurstof moet hebben. Hm. Dus daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Maar, maar die hoek gingen ze op. Dat, en daarom ja. is, daar heet het hm. dus nog steeds ten onrechte, zou ik maar zeggen, zuurstof. Ja. Dat is wel okay. grappig toch? Ja. ja. Nou, het... Uh, zuurstof komt dus heel veel voor op aarde. Uh, meestal in de vorm van die zuurstof. Dus twee zuurstoffen aan elkaar. Dus wat in lucht zit, is O2. Ja, O2, ja. ja. Uh, nou, dat weten de meeste mensen wel, wegens een bepaalde muziekgroep, geloof ik, die Ach. zoiets heet. Ja. Maar het zit bijvoorbeeld ook in CO2, uh, marmer, uh, calciumcarbonaat, zit zuurstof in. Uh, zand, siliciumoxide. Hm. Heel veel oxides op de aarde zitten allemaal zuurstof in. Ja. En, veel, en heel belangrijk, natuurlijk, water, H2O. Ja. Dus dat is een, het, is, het komt in enorme hoeveelheden voor. Er is ook nog zoiets, zelfs, zelfs tri O3. Dat is de ozonlaag in de atmosfeer. Oké. Okay. Die heel belangrijk is, want als die ozonlaag wordt aangetast. door bijvoorbeeld chloor, um, dan krijgen wij last van, uh, van straling uit de, uit de, uit ja. de aarde. Ja, maar de, uh, de ozonlaag de is toch eigenlijk een filter voor, voor alle straling Precies. van de zon. Precies, Ja. Hè? ja. 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 En, dat is dus, en dat is dus O3. Ja. Nou, maar uh, zuurstof kan ook dus heel agressief zijn. Het oxideert van alles. Hè. Het, 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 ja. um, en dat is dan om, het, mono, het, is het enkelvoudige zuurstof. Um, en dan krijg je het vrije zuurstofradicaal. Nou, dat is behoorlijk agressief. Hmm. Dus zuurstof is geen, uh, geen simpel spul. We, we, we komen er misschien nog wel even op dat het dus ook heel gevaarlijk kan zijn. Ja. Het kan heel makkelijk exploderen. Het kan ontzettend hmm. gemakkelijk in brand vliegen. Uh, nou ja, bij, bij elk vuur ja, moet zuurstof. komt ja. zuurstof. Erin, dus. ja. Maar het is niet zo dat ademhaling per se aangewezen is op zuurstof, want dat denken uh, de meeste mensen. Voor mensen is het wel zo, wij zijn aangewezen ja, maar op maar zuurstof. zuurstof nodig. Ja. ja, en, en de haast alle dieren hm. uh, en planten dus uh, in de nacht. Ja. Overdag maken ze hun eigen zuurstof met de fotosynthese. Um, maar er, zijn, er is ook uh, bijvoorbeeld, uh, je kan ook sulfaat gebruiken om adem te halen en nitraat. Okay. En bacteriën doen dat dus ook. En de eerste, uh, de vroege bacteriën die deden dat dus ook. Dus je kan dus ook zonder zuurstof toch ja. ademhalen. Hmm. Alleen is dat heel veel minder efficiënt. Okay. De, want de grap is dat, dat uh, waarom bij ons zuurstof zo belangrijk is, we hebben allerlei. Chemische processen, en ik zal proberen het niet te ingewikkeld te maken, maar die, die dienen er allemaal bij de mens voor toe om één stofje aan te maken en dat is ATP. Dat is adenosine en dat is in feite dé brandstof die we in ons hele lichaam gebruiken. Dus alle celprocessen, uh, pompjes, uh, filters, alle mm. dingen die gebeuren moeten, die gebeuren onder invloed van ATP. Okay, en die, komt, die wordt gemaakt, die wordt gemaakt op basis van glucose bijvoorbeeld. Okay. Hè, hmm. Dus de glucose wordt, wordt verbrand. Hmm. Daar ontstaat een beetje ATP bij. Dan is er een, uh, een, een hele ingewikkelde citroenzuurcyclus. en een, en een pyro-druivenzuurcyclus. Daar komen stoffen vrij. En dan begint er een heel ingewikkeld transportsysteem van, van elektronen. En daar ontstaat ongelooflijk veel ATP bij. Dus het is een hele ingewikkelde machinerie die in ons ja. elke van onze cellen zit. Ja. En die veroorzaakt heel veel ATP. Dus we, we krijgen uit één glucosemolecuul ongelooflijk veel ATP vrijmaken. Ja. En dat kan je niet met die nitraatademhaling en die sulfaatademhaling. Die zijn veel minder efficiënt. Ja. Ja. Nou, er is natuurlijk nog een andere manier om, om in leven te blijven, en dat is met gistine. Uh, en dan gebruik je dus ook geen zuurstof. Uh, maar, en dan win je dus wel ATP, maar heel, heel weinig. Ja. Nou, gisting, dat kennen wij natuurlijk van allerlei processen om alcohol te maken. Ja, ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook heel veel beesten die daar op, op zo'n manier uh, leven. Uh, en dat heet dan anaerobe, dus zonder lucht. Ja. Dus je hebt anaerobe ademhaling, gisting. En ja, daarmee kan je dus in leven blijven. Ja. Uh, in tegenstelling tot die, 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 die aerobe ademhaling, de ademhaling met zuurstof. Nou, het is. Uh, het, hoe ingewikkeld zuurstof is. Dat ook bij de mens en met het ademhalen. Je hebt gemerkt: bij de, als je longen niet helemaal goed functioneren. Ja. Nou, dan krijg je al een beetje tekort ja. aan zuurstof in feite. Uh, in feite betekent dat het luchttransport niet goed genoeg is. Nee, nee. Uh, als je gaat duiken. Uh, nou, dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Uh, mensen die er nog nooit over nagedacht hebben of zo, die, die zeggen van, uh, en uh, had je genoeg zuurstof? Ja. Uh, nou zit er in die duik, gemiddelde duikflessen van een sportduiker zit natuurlijk helemaal geen zuurstof. Er zit gecomprimeerde lucht. Ja. Uh, want wat is er aan de hand? Als jij dieper dan zes meter gaat duiken, dan krijg je een hogere druk en dan wordt zuurstof giftig. Voor de mens. Je ja. overleeft dat niet. Dus tot ja. zes meter kan je op zuurstof, als je puur zuurstof ademt, kan je het overleven. Ja, maar ga je dieper, nou, dat, oh, dat haal je niet. Nee. Hm. Dus spo sportduikers duiken over het algemeen met gecomprimeerde lucht. Ja. Nou, tegenwoordig hebben we weer trucs dat je het zuurstof kan mengen met helium en dan kan je technisch duiken. Dan kan je veel dieper naar ja. beneden gaan. zonder dat je de bends krijgt en allerlei andere dingen. Ja. Um, militairen hebben dat ontwikkeld, dat met duiken met zuurstof. In de Tweede Wereldoorlog, want dat is een manier waarop je geen bellen produceert. Oh. Je, je, en je hebt dan een soort rebreezing apparaat, de CO2 wordt eruit gefilterd. Hm. En je ziet dus in principe niet dat daaronder iemand zwemt. Ah. Terwijl een duiker, en ja. dat weet je, daar, die, daar komen altijd bellen naar boven. Ja. Ik heb zelf uh, enthousiast uh, uh, ooit mijn duiktraining gedaan in een zandafgraving bij Tinalo. Oh, ja. En de grootste trots was dan altijd als we. In de winter ijs gingen duiken. Dat is veel leuker dan als het heel hard koud waait. Want dat is ja. verschrikkelijk. Maar met ijs was het wel stoer. En dan maak je dus een wak. Ja. En dan ga je naar beneden met z'n tweeën. En met een lange extra lijn. Want het is behoorlijk link. En als je door zo'n wak geschoten bent. dan zie je heel gauw niet meer waar het wak nee, is. Nee, waar het gat is. Nee. Uh, ja. En dan bliezen we natuurlijk enorme hoeveelheden lucht onder dat, uh, onder dat ijs. En uh, dan was het leuk natuurlijk de lol. Daarna afloop kwam je naar boven. En dan drong je een paar stevige borrels in hete soep en daarna de schaatsen onderbinden ja. en vrolijk worden op dat ijs rond schaatsen. En dan komen er dus altijd voorbijgangers, pas op, pas op, het is heel gevaarlijk, er zit lucht onder het ijs. Ja, ja, ja. Ja. Ja, die, <laughs> die we er zelf wel. onderuit ja, hadden geblazen. Ja. 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 Um, nou, dus, ja, dat zuurstof, daar moet je dus uh, er voorzichtig mee omgaan. Nou, wat natuurlijk heel belangrijk is, is, uh, is de fotosynthese. Dat is het produceren van zuurstof. Mm -hmm. Uh, nou, dat kennen wij natuurlijk van planten. Ja, planten en bomen toch? Ja, ja. en bomen. Maar er zijn ook bacteriën die dat kunnen. De hm. blauwwieren, cyanobacteriën. Dat, zijn hele, dat is waarschijnlijk het allereerste leven op aarde geweest. Okay. En die, uh, die kunnen ook uh, zuurstof produceren. Hm. Dat heeft tot een enorme crisis geleid in het biologische leven van die tijd. Want. Heel veel organismen waren helemaal niet gewend aan zuurstof. Die, die hadden dus gisting en dat soort processen, dus die anaerobe processen. En die cyanobacteriën die produceerden ineens zuurstof in behoorlijk grote hoeveelheden. En heel veel organismen konden daar dus niet tegen. Okay. Daar was de zuurstof met al zijn behoorlijk gevaarlijke eigenschappen. Dus toen is er een, een enorme sterftegolf geweest. Kon gere kan gereconstrueerd worden aan, uh, aan, aan de, de bodemsituatie mm. door ja, zuurstofvergiftiging. Ja. En pas heel geleidelijk aan is er toen nieuwe levensvormen zijn ontstaan en is die actieve aerobe ademhaling ontwikkeld, die bovendien nog heel veel efficiënter is. Ja. Dus die, die heeft het dik gewonnen en, en die maakt dat, dat uh, ja, die, die ademhaling met zuurstof ja. natuurlijk heel belangrijk is geworden dit vind ik ook zo fascinerend van in de, in, uh, in de ruimte uh, Menno. dat er natuurlijk allemaal planeten zijn waar dit proces anders is geweest of, of nog niet aan de gang is of al lang geweest of dat is natuurlijk wel ja wat, wat is er nou op Mars eigenlijk en zo hè? hoeveel ja. zuurstof is daar dat soort dingetjes ja ja en nou ja en bijvoorbeeld de aanwezigheid van water is daarom zo ja. belangrijk omdat dat in feite dus ook aangeeft dat er zuurstof is ja ja. En, je kan, en water kan gesplitst Wat, worden. Want zit er ook zuurstof onder in de oceaan? Of is dat dan weer bijna. Ja, dat denk ik. Ja, zeker. Ja. En het is. Nou ja, dan, dan moet je dus wel heel ingewikkelde andere mechanismes hebben om, die, om dat te verwerken. Ik bedoel, voor de mens zou dat dus uh, best ingewikkeld zijn. Ik heb geen idee hoe diep uh, met die technische uh, uh, um, lucht, dus die, die mengsels van helium. Ja. Uh, en, en zuurstof, hoe diep je dan tegenwoordig kan gaan. Nee. Ik weet dat als sportduiker mocht, moesten wij altijd ophouden bij, uh, um, nou ja, eigenlijk bij 45 meter. Ja. We gingen dan wel eens naar 50. Maar dat, dat was meer vanwege uh, de caissonziekte die je dan kreeg, omdat dan ja. zuurstof ging oplossen in je bloed en dan werd je een beetje dizzy van. Ja. Um, dieper moest je dus niet gaan, want dan moest je heel lang decompresseren om, ja, dit, om dat allemaal weer uit, het, uh, uit je systeem te krijgen. Um, die, ik weet die technische duikers die kunnen veel dieper, maar ik weet niet precies wat, de, ja. wat de, de, de uiteindelijke eindstadium daarvan is. Ja, dat zuurstof is dus toch wel heel spannend. Ik bedoel, alle verbranding alle, uh, is natuurlijk altijd met zuurstof. Ja. Heel veel van onze de chemische samenstellingen zijn allemaal oxides. Hm. Uh, nou ja, zeg maar met onze verveling natuurlijk ijzeroxide. Uh, ja, ja, dat, ja, dat, dat noemen we ja. roest. Ja. Uh, dus op. Het, het, dat, dat, dat zuurstof grijpt dus op heel veel dingen aan. Maar ja, er kunnen dus heel mooie dingen ontstaan. Ik bedoel, dat marmer, ja, daar hebben we veel lol van. Ja. En dat, is, uh, dat is ook zeg maar, ontstaan uh, dankzij zuurstof. En de samenstelling van de atmosfeer, ja, dat is een verhaal apart. Dat moeten we maar een keer apart gaan behandelen. Want okay. die, die is nogal veranderd steeds. Ja. Maar in ieder geval is in, in een heel vroeg stadium... Ja, is, is, is de productie van zuurstof door die cyanobacteriën, door die fotosynthese. Uh, ja, is, is funest geweest voor heel veel leven. Ja. Zuurstofvergiftiging. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook iets. Uh, wij hebben ook problemen in, uh, in, in de hoogte. Dan, 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 uh, uh, dan krijg je natuurlijk problemen. dat je te weinig zuurstof naar binnen krijgt. Ja. Dan krijg je. Uh, uh, ja, die, die, die. Ik heb het zelf één keer ervaren op de hoogste berg in. Uh, in Afrika, hm. de Kilimanjaro, dat je toch een klein beetje gaat merken dat je ja, hm, dat je niet meer helemaal prettig voelt. Uh, ik, ik heb het gehad gewoon, 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 gewoon in Europa, op een wintersportberg. Die was dan wel 3.500 meter. En dan ging ik uh, smorgens vroeg om een uur of vier met een bus, eigenlijk uit Nederland, zeg maar. En dan was je om... Dus je ging eigenlijk om vier uur morgens tot acht uur... neem je die hele hoogte naar twee kilometer. En toen ging ik op de latten, want toen was het negen uur. En hup, ging ik naar drieënhalf, daar even beter. Nou, toen voelde ik me echt niet lekker. Dat was, nee. dat was gewoon te snel die hoogte allemaal gedaan. Ja. Nou, ja. Nou, maar goed. Uh, nou ja, kortom. Dus we hebben heel veel aan zuurstof te danken. Bedoel, het, is een, het maakt ons leven heel efficiënt. We ja. kunnen dus met heel weinig voedsel eigenlijk uit... Uh, omdat het zo efficiënt kan worden omgezet... In die energie die al die cellen nodig hebben. Uh, maar ja, het, is wel, uh, het blijft wel spul met, uh, waar je met wat voorzichtigheid mee om moet gaan. Jazeker. Nou, nou, gelukkig, ik krijg steeds meer lucht, Menno. Dus wat dat betreft uh, gaat het weer de goede kant op. Heel mooi. En dit was weer een aflevering van de podcast Menno en Erin. En elke week op woensdag publiceren we een nieuwe aflevering. Dus vind je het leuk? Nou, like ons of volg ons in je favoriete podcastspeler. Of nog leuker, ga naar onze website. Mennoairbeen.nl en geef je op voor onze nieuwsbrief. Daar zitten mooie plaatjes in, daar zitten nog meer tekst in en verwijzingen naar dingen die we gezegd hebben.